Bunyo Town. Hey mensen van Bunyo Town en welkom bij alweer een nieuwe Chille Zaterdag. Vandaag gaan we weer een hilarisch nieuw spel spelen en vandaag gaan we voor jullie in petto. Chille Zaterdag. Giebelen! Als dat niet giebelen wordt. Ja, dit is zeg maar het spel wat alle tienermeisjes altijd spelen met elkaar. Ja. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben hier een bord. Tada. Hier is het bord. Dit leggen we neer. Ja. We hebben hier allemaal vragenkaartjes. Nou, ja. We hebben ze niet gelezen, dus we leggen die ook gewoon neer. Oh, je kan die poppetjes. Welke kleur wil jij? Want dat is makkelijker dan je vindt. Wie is welke kleur? Ik ben blank. Nou, dan zijn dit de vragenkaartjes. Dan hebben we hier nog poppetjes. Welke kleur wil jij, Rick? Blank. Ja, Rick is blank. Ik ben blauw. Ik ben zwart. Thomas is een neger. Nou, dan hebben we hier vervolgens nog de leugendetector. En hier draait het hele spel om. Deze is gemaakt door de CIA. Ja, precies. Super accuraat. Dus, dat is het spel. Kleine uitleg. We pakken dus een kaartje, er staat een vraag op. En dan moet je dus de vraag beantwoorden. Zo eerlijk mogelijk. Zo eerlijk mogelijk. Je vrienden moeten dan zeggen of ze je geloven. En dan gaan we dat checken met de leugendetector. Als blijft de waarheid. Als we hem geloven, hoeven we niet te checken. Oh, alleen als we het niet geloven, dan moeten we dubbel checken. En als hij dan heeft gelogen volgens de leugendetector, moet hij de gênante opdracht doen die onder op het kaartje staat. Dus dit belooft wat. En als dus je dus de waarheid spreekt op het spel. Als je de waarheid spreekt, mag je verder op het bord. En als je gelogen hebt, dan ga je naar het slechte. En dan kun je dus de eerlijkste van allemaal worden. Je maakt het nu zo. Laat het gewoon doen. Ja, laat het gewoon doen. Steen, papier, schaar voor wie degene de 40 keet. Steen, papier, schaar. Oké, we beginnen bij Thomas. De eerste vraag is voor Thomas. Nee, voor jou. Ik heb gewonnen, waarom moet ik dan... Je moet toch die eigen vraag beantwoorden, of niet? Nee, ik moet de vraag voor jou kiezen nu. Sorry. Oh, dit is leuk. even voor de duidelijkheid, ik besef me dat nu. Dit is een tienermeisjespel, dus hier zou ik allemaal vragen op. Oké, de vraag voor Thomas. Als je vriendje naar knoflook ruikt, zeg je daar dan iets van? Nee. Geloof wij dat, Barro? Nee, dat geloof ik niet. Nee, daar ga je wel wat van zeggen, hoor. Oké, de eerste leugendetector. Leg je vinger er maar op. Oh man, ik ben bang. En je moet hem eraf halen. Haal je vinger er maar af. Je liegt! Oh, hij liegt! Hij liegt nu al. Oké, ik zou er wel iets van zeggen, Goeie leugendetector. Dit is leuk. Drink 5 slokjes melk zonder je eigen handen te gebruiken. We hebben geen melk. Hebben we niet iets anders? Ja, cola. Ja, wat noemen we dat? Oké. Hele fucking cola halen. Haal maar even cola. Ja, Rick. Oké, ga jij maar een vraag beantwoorden. Ik haal die cola wel. Oké, moet ik dan een vraag aan jou stellen? Ja, dan gaan wij... Rick haalt de cola. Ik ga sowieso richting de grootste lief. Ja, je hebt gelogen. Oké, komt ie. Ik fix het. Mag één van de 3 vragen kiezen? Ja, dat is wel. Fiets je wel eens expres op de stoep? Ja. Ik doe het eigenlijk best wel vaker. Dan probeer ik zoveel mogelijk mensen net niet te raken. Dat ze boos worden. Ik weet niet of ik dit moet geloven. Ik weet niet of jij wel fietst. Oh, dat snap ik. Wil je checken? Ik wil even checken. Jij wilt even checken? Ik wil even checken. Gaan wij dit even checken? Jij moet hem ingedrukt houden. Hou hem in... Oh. Ja. Wacht even, ingedrukt. Hou hem ingedrukt. Ja, ik heb hem. Nee, jij moet hem indrukken. En ingedrukt houden. Ik hou hem echt... Huh? Misschien moet ik hem eerst indrukken. Jij? Los. Wat? Andersom. Misschien niet. Doe eens los daar bij jou nu. Ja. Okay. Een eerlijke jonge man. Ik zou nooit liegen. Oké, je hoeft de opdracht niet te doen. Wat was de opdracht dan? Ja, dat was... Teken voorjaar. Dit vind ik verzinnend niet. Er staat letterlijk teken voorjaar. Nou, wees blij dat je het niet hoeft te doen. Want nee. Het was ook niet te doen. Oh, daar. Nou, 5 slakjes cola zonder je handen te gebruiken. Ik hou bij. Echt overal heen dit. Nee, doe het niet. 1. Vies. Oh. Dat is 1. Allemaal speeksel die cola. Dit. Dat is 2. Je hoort het ook een beetje. Echt toe voor. Hoeveel was dat? 3? 3 nog 2 te gaan. Kom op, Thomas! Dit is ook echt patser. Patser. Woe! Applaus voor Tommy Boy. Wat heb ik gemist? Bardo sprak de waarheid. Ja, ik sprak de waarheid. Nou, moet iemand een vraag aan Rick stellen. Ik doe het. Kom maar. Doe het samen. Oké. Oké, mag jij hem voorlezen? Oké. Rick, vind je winkelen bij de Primark leuk? Je vriendin zit daar, hè? Dus nu heb je... Ja.
Ze hebben van die ik geloof hem wel. Ze hebben van die goedkope troep. En ik hou van goedkope troep. Ik geloof hem wel. Ik ook. Je hoeft niks, we zetten hier gewoon... Oké. Okay. Dan voor Thomas weer. Oké. Okay. Mag ik niet een vraag stellen aan jou? Oh ja, dan mag jij, doe je deze. Je mag één van de drie vragen aan Thomas stellen. Oh, dit wordt genieten hoor. Heb jij wel eens uit je neus gegeten? Dat is voor jou, hè? Niet voor jou. Nee, voor jou. Voor jou. Voor jou. Voor jou. Nee, ik zou hem voorlezen aan jou te zeggen. Jij geeft hem aan Rick, dus ik geef hem aan Rick. Maar jij hebt nog geen enkele vraag beantwoord. Ik heb net de vraag, we begonnen bij jou. We hebben nu één ronde gehad. Maar maakt niet uit. Nou, toen heb ik een vraag aan jou gesteld en dan... Ja. Oké. Heb jij je neus gegeten of niet? Oké! Ja! Nou, dat geloof je wel. Ja, waarom zou je daarover liegen? Dat je wel vooruit, hij mag weer terug naar start. Ik loog. En nu ben ik weer aan de beurt. Ja. Oh, is het een leugen? We pakken de leugendetector. Ga je wel eens trimmen voor de spiegel? Nee, zie ik eruit alsof ik mezelf zou trimmen voor de spiegel. In godsnaam zie ik alsof ik iets doe voor de spiegel. Hoe oud is het baardje? Ik ben nu 23, dat is 21 jaar. Wat geloof jij? Bedoel, is het trimmen als in je baard? Ja. Dat is voor meisjes toch? Ja, weet ik. Maar is ik denk trimmen niet... iets anders? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, je benen of zo. Maar, nee, vrouwen trimmen hun benen niet. Ik gok het ook maar. Ja, ik geloof je wel. We snappen de vraag niet eens. Ik geloof het niet. Oh, jij fact. Moet je het gaan factchecken? Ja, ik moet het factchecken, ja. Kom maar. Kijk. Oh. Okay. Dat is gewoon de waarheid. Maar ik vind, dat is een dubbele stap. Als je het factcheckt, is het een dubbele stap. Vind ik ook. Oké. Ik heb trouwens twee keer gefactcheckt, dus ik ben daar. Pardon? Nou. De eerste heb jij ook gefactcheckt. Cheater, completor. Cheater, oké. Hier, vraag je voor Rick, hè? Oké, als je een beetje grote... Nou, deze is een moeilijke. Rick, kan jij goed moppen vertellen? Nou, dat weet ik zijn. Nee. Ja, ik geloof hem wel. Ja, ik weet dat het zo is. Ja, ik geloof hem wel. Hij is niet zo goed in moppen. Erg geloofwaardig. Wie? Ik moet nu... Ja, dan is Rick weer in de volgende. Naar de overwinning. Waar moet ik? Ben ik nu? Ja. Aan wie vraag ik deze? Wacht, ik moet de vraag stellen aan jou. Ik wou net zeggen. Ja, ik moet hem aan jou stellen inderdaad. Want zijn we slecht bezig. De hele volgorde. Oké, oh deze is voor Thomas. Deze is leuk. Denk je dat je sexy bent? Nee. Ja, deze geloof ik niet. Die geloof ik ook niet hoor. Vingertje erop. Weet dat ik weer lieg. Deze knop doet helemaal niks. Oh, hij zit in het midden. Twijfelachtig. Moet ik blijven staan, hè? Ja, dan mag je hoef je niks te doen. Dan gaat hij weer... Dus ik vind mezelf voor mij nu gemiddeld. Ja, dan gaan we naar Bardo. Ja, hele logica, nul mag logica. Mag jij een vraag stellen? Okay, ja. Bardo, hou jij van babysitten? Op babysitten? Op babysitten? Babysitten. Oh, gewoon. Nee, ik heb één keer gebabysitten en die mensen hebben me nooit teruggevraagd. Dus nee, ik vind het niet leuk. Ik haat het. Ja, maar vind je babysitten zelf niet leuk of vind je het niet leuk dat je niet meer gevraagd bent? Beide. Ik ben gewoon een beetje moeilijk. Ik denk dat Bardo wel juist een vaderfiguur is. Ik durf niet meer te factchecken bij Bardo, want ik weet zeker dat het goed gaat. We gaan het doen. Ja? Oké. Okay. Oh, wel factchecken! De opdracht is heel grappig, dus we moeten wel. Nou, oh, kom op! En dan nu twee naar achteren. De opdracht. Doe Justin Bieber na. Staat er echt? Ja, echt. Doe Justin Bieber na. Het staat er ook echt. Staat er okay. Echt. Ik ga het niet zien. Ik heb een klein gedichtje daarvoor. Oké, komt-ie. Ik ben al 16. Ik lijk pas 8. Ik kom op televisie. Wie had dat verwacht? In de top 40 hoor ik nog niet thuis. Want ik heb nog geen haar op mijn kruis. Ik ben te jong, zegt iedereen. Ze hebben gelijk. Waar is mijn speen? En waar is mijn luier? En waar is mijn fles? Ik moet nog naar pianoles. Want ik heb geen balhaar, balhaar, balhaar. Oh. Geen balhaar, balhaar, balhaar. No. Heb je al gedacht om uit te werken? Misschien in een YouTube-video? Ja, ik zat net te denken. Het klinkt best wel catchy. Redelijk. Kijk, ik vond hem ook wel... Nou, okay. Thomas, jouw vraag. Oké. Nee, ik weer toch? Of, ja, niemand weet het. Laat maar. Thomas, laat Rick, Bardo. Laat het gaan, Rick. We hebben nu een soort volgorde. Ja. Nee. Of we doen wel gewoon Rick. We doen wel Rick. Deze okay, is voor we Rick. Doen Rick. We doen Rick. Waarom niet? Oh, dit is een gemene. Oh. Heb je wel eens luizen gehad? Nee. Ja, hier, vlak jij even op. Vingertje erop, jongen. Ingedrukt houden. Je hoeft deze niet in te drukken, hè? Jawel. Nee. Oh! Oh! Nou, misschien wist ik het zelf niet. Met je luizen. Twee naar achter, hè? Nee, dat deed ik. Hij staat hier, hè? Ook niks. Oké. Even kijken. Maak van een krant een hoed en hou die op tot we uitgespeeld zijn. Nou, ik ben wel uitgespeeld. Ja, even iets. Ricky, nou, je hoed, jongen. Mooie krant. Leugenaar. Shirt op je hoofd.
We gaan door naar de dingen van Thomas. Oh, dit is een gewetensvraag. Als iemand iets geks op zijn rug heeft, zeg jij er dan wat van? Nooit. Nooit? Nooit? Fact checken. Thomas, jij bent een veel te goede jongen hiervoor. Af en toe zeg ik er wat van. Dit is een beetje in het midden. Eerlijkheid doet het langst, hè? Eerlijkheid doet het langst. Daarom, soms als ik iemand mag, dan zeg ik het gewoon. Als ik iemand denk van, als ik klootzak, zeg ik niet. Zullen we de laatste ronde doen? Laatste ronde. Laatste ronde. Nou, dan ben ik nu, dan Rick, dan Thomas. Ja. Hou jij van verkleedpartijtjes? Stiekem wel. Heel stiekem wel. Heel veel. Dat geloof ik al. Ja, maar het is de laatste ronde, dus laten we het in godsnaam spannend houden. Ja, check het. Dan staat Barna weer op de start. Oh ja. Als het fout is, staat Barna weer op start, mensen. Oh! Motherfuckers. Terug naar start. Nou, daar kwam je bijna weg. Daar kwam je bijna weg met de leugen. Wie, bro? Doe een aap na. Doe een aap na? Oké. Okay. Justin Bieber dus. Nee, dat is niet zo heel moeilijk hoor. Even denken, gaan we dat yo, wat up gasten! Nee, ik zat weer Knol Power! Welkom bij een nieuwe video! Ja! Dat is niet Enzo beledigen. Nee, echt. Ja. Dat is lullig. Poquito, hoe doe je dat? Ah, ik sla vrouwen in elkaar. Dat is een giliotuur die jij nu nadoet. Doe gewoon hoe hoe hoe. Ben je klaar? Hoe 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 hahaha. Perfecte aap. Perfecte aap. Volgende, Rick. Droom je wel eens over een tatoeage? Wat een lichte beste. Ja, wow. Ja. Oké, okay, hij liegt. Fact checker, vingertje erop. En de ondergang. Je moet hem wel ingedrukt houden. Nul! Ik heb hem ingedrukt. Al ingedrukt, nee. Totdat je een antwoord hebt. Je houdt je vinger echt? Eraf. Je hebt je vinger eraf moeten halen. Go! Oh! De liegert. En de tegenprestatie is kus iemand als een Eskimo. Oké. Okay. Wie gaat het worden? Nee! Wat? Het is jouw kanaal, Boy Town, dus jij mag... Ja, nee, ik hou jou wel vast. Kus iemand als een Eskimo. Oh, dat is echt leuk. Ik begrijp waarom ze dit doen. Te veel. Ja, hetzelfde te denken. Oké, dat ben ik hoor. Laatste... Het is niet echt intiem eigenlijk. Laatste vraag. Een beetje snel allemaal. Ja, een beetje gehaast. Ik weet het, sorry. We doen het nog een keer. Ja. Als de camera's uit zijn. Volgende. Oké. Hou je van lipgloss? Ja, tuurlijk. Vingertje. Vingertje. Thomas, joh, dat is een mannetje, die Thomas. Die Thomas is een mannetjesman. No way. No way. Kijk. Doe hij iets. Heeft heel veel moeite mee. Oh! Thomas heeft gewonnen! Underdog. High five, man. Eén goed antwoord. En ik heb mogen zoenen als een Eskimo met Rick. Ah, oh, nou, dubbele winst. Vond je deze video nou leuk? Geef dan vooral een blauw duimpje hier beneden. En abonneer ook vooral hier beneden op Banjo Town. Wij zijn er volgende week zaterdag weer met een nieuwe chillen zaterdag. Bedankt voor het kijken en... Wat is het?